Ja, van de week staat hij nog vol. Er staat er gemiddeld zo'n kleine 1000 in zo'n shed in. Maar nu zijn alle 30.000 nertsen weg bij Wim Meijer in Vriezenveen. Gisteren zijn de laatste dieren gepelst. Tranen in ogen, hè? Droevig. Allemaal 0,0, helemaal niks meer waar. Hele farm niet. Je kunt er niks mee, je kunt het niet ombouwen. Zijn bedrijf van 3 hectare telt 36 zogenoemde sheds, waar de nertsen verbleven, hier op archiefbeeld. In 1987 begon hij hier. Er zit wel toekomst in, maar hier niet. Hier mag het niet meer. In Nederland niet? Nee, maar de toekomst zit er zeker in. En dat blijft ook. Mensen gaan naar buiten Europa, Oekraïne. Ik heb hier van de week alle fokken gehad. Die is in Oekraïne en Rusland zit hij. Die wil in Polen nog een farm bijbouwen. Daar gaat het nu naartoe. Naar de oorspronklanden. Meijer wilde de fokkerij doorgeven aan zijn zoons, die er al jaren werken. Het zou zeker mijn toekomst zijn, samen met mijn broer. En mijn broer zijn vrouw. De bedoeling is, de kooien zijn eigenlijk geschikt om nog 25, 30 jaar sowieso mee door te kunnen. We hebben de laatste jaren toch nog moeten investeren. En dat is gebaseerd op 7 jaar. Van ja, we kunnen nog 7 jaar verder. Als we het moeten investeren, doen we het nu. Maar ja, er wordt ook weer 3 jaar vanaf gehaald. Ik bedoel, ik heb voor een ton aan voermachines nog aangeschaft. Ik bedoel, ik kan geen 4 jaar niet terugverdienen. Dat lukt niet. En we hebben de prijzen op dit moment ook nog tegen. Echt, nee, het is onmenselijk wat er gebeurt. Meijer stoort zich aan de mensen die denken dat alle Nertse fokkers miljonair zijn. En dat niemand daar medelijden mee hoeft te hebben. Hey, was dat maar zo. Nee, echt niet hoor. We hebben altijd door de jaren een mooie boterham kunnen verdienen. Maar het is ook 7 dagen werken. Hè? Heel veel mensen 7 dagen gingen werken. Denk ik dat ze het ook een stukje beter hadden. En wij hebben ook, ik heb mijn hele leven 7 dagen gewerkt. Ja, ik heb het misschien net iets beter dan de gemiddelde Nederlander, dat wil ik niet zeggen, maar nou word ik keihard gestraft. Nou heb ik een bedrijf wat normaal een goede verkoopwaarde heeft, wat nou 0,0 is. We hebben meerdere mensen al gevraagd, wat zou je hier nou eventueel mee kunnen? Maar wij zien er eigenlijk niks in wat je er nog mee zou kunnen. Ja, nertsen. Maar dat mag niet. En wat er verder hierin verbouwd kan worden, ja misschien moeten we kijken naar planten wat in de schaduw kan of zo, maar die zijn er ook niet veel. Ik zou niet weten wat je hiermee moet doen. Eigenlijk is het oud ijzer. Zoons Tim en Rick proberen nu een hoveniersbedrijf te starten. Vader Wim krijgt een compensatie van de overheid, maar dat is naar eigen zeggen een schijntje. Die 1,5 miljoen, daar krijg ik de helft nog niet van. Verder weg, een derde misschien. Want dat was wat beloofd was, 1,5 miljoen. Ja, dat schreven de kranten en in het nieuws was dat 1,5 miljoen zou je krijgen. Ik krijg een derde. En dan zal volgend jaar de belasting wel komen. Die wil daar de helft nog weer van mee hebben. Dus een schijntje. Dat is onmenselijk. Ik bedoel, voor mij, ik ben 59. Het kan toch nog niet zoveel meer lichamelijk niet, maar... Hè? Ik zing mijn jaartjes misschien uit, maar de jongens die zijn hierin opgegroeid. Tim werkt hier 11 jaar, Rick werkt hier 7, 8 jaar. Ik bedoel, mijn schoondochter werkt hier. Het is echt een familiebedrijf. En er wordt even in één knip kapot gemaakt.